Er zijn niet zoveel steden meer in Nederland die zich nog zo fraai en haast onaangetast in het land vertonen als Steenwijk. De Olde Veste heeft in de 80-jarige oorlog veel strijd gekend. Het beleg door de Spaanse troepen in oktober 1580 werd onder aanvoering van Johan van der Kornput afgeslagen. Maar in januari 1581 kwam de verraderlijke graaf Rellenberg terug met zijn versterkte troepenmacht en brak de tegenstand. Rennenberg, die eerst aan de kant van de prins van Oranje stond, bracht de noordelijke Nederlanden met bars geweld voor Spanje op de knieën. 10 jaar later zou prins Maurits met succes de vijand verdrijven. De bronzen plaquette in de muur van het voormalige stadsraadhuis herinnert aan dit beleg en ontzet van Steenwijk. Aan de markt van Steenwijk is toch wel te zien dat de stad aanzien genoot in wijde omtrek en dat wilde tonen met dit deftige stadsraad en wijnhuis. De vroede vaderen hadden het goed bekeken toen, altijd een slok onder handbereik, en zo hoort het ook. In de kleine belendende percelen kan men dat nu doen, op gepaste wijze. En zo werd Steenwijk een wijk- en stapelplaats en werd dus een belangrijke plaats omdat het dus een route had die hier door het riviertje de A heen ging. Die handelsroute, dat was in feite een plaats voor gebouwen. En dat is een Nederlandse plaats. Dit is een natuur van heel de grond. En we zullen het bij... Aan de duin, linksboven aan het woord. Dit is altijd een PVT-gebouw geweest, totdat het uiteindelijk zelfs een politiebureau is geweest. En helaas, en de krant heeft er nog niet gezeten, dat gaat het wel. Maar dat is helaas leeg, en dat zullen we meer zien in Steenwijk, ook door het internet. Nu je toch staan. Hier was dus de Oosterpoort, de poort om de stad binnen te komen. En Johan van der Kornput, die kunnen we eigenlijk net niet zien door die boom. Maar die staat hier achter op een sokkel. En dat is eigenlijk onze held van 1581. Dat ga ik zo nog even vertellen. Hij heeft ons verdedigd. Horizontaal gras en daarna loopt hij weer beneden, naar beneden naar de gracht. Dat was een gedekte weg. En wat wilde dat nou zeggen? Vroeger had je natuurlijk geen lantaarnpalen, je had geen zaklampen, je had geen infrarood, je had geen helderheidsversterkers. Kortom, in het donker, al kon je dus vanuit de vesting achter ons,
zou je dus nog naar de wal naar beneden kunnen. Dan door de gracht, alhoewel in de gracht allemaal palen stonden. Ook weer om over, ja, ter verdediging zeg maar. Maar in ieder geval, en ik praat nu dus over 1580, hè, rond die tijd. En dan kon je dus, maar steenwerkers wisten waarschijnlijk waar ze die palen konden ontwijken. Dan kon je omhoog en dan kon je op die gedekte weg, kon je dus toch nog het voorterrein zien. Want pas in 1825 had je geen schoots- en waarnemingsvelden meer. En toen was dat allemaal, toen mocht het weer bebouwd. Paardjes die u ziet, waar wel eens mensen die zeiden, is dat nog van de Spanjaarden? Nee, dat is van de schapen. Want de schapen die kopen hier om het gras bij te houden. Want een beetje moeilijk met de maaimachines. Je mag daar dus niet beneden lopen? Nee, dat hek is op slot. Ik heb het al bij de historische vereniging gevraagd en bij het museum. Maar tot nu toe heb ik nog geen antwoord. Waarom is het nou afgesloten en mogen we daar niet langs lopen? Dit is een katholieke school, want ik kom zo even op de school van Steenwijk. En de katholieken, dat waren dus in de Spaanse tijd, want u weet wat Spanjaarden zijn, die zijn katholiek. Dus de katholieken waren dus verraders. Wat hebben we met de katholieken gedaan in 1592? Wij hebben ze, weet iemand, een zienigheid heeft gehad met nonnen en zelfs een... Ik moet al een beetje voorzichtig zijn met te zeggen van katholieken zijn verraders. Ik had het niet iemand. Die liep zo weg. Ik denk, oh jee, wat heb ik gezegd? Maar het bleek dat ze geen plan had. Dus, openbaar, zoals de Beatrixschool. En de basisscholen met een mannelijke naam, zoals Klausschool, zijn dus de protestantse scholen. Dus zo hebben ze het nu. We hadden een nutszwembad waar nu het nieuwe waterwijk staat. En hier is nog een overdekbad geweest. Een grote kuip van 15 meter waar instructie werd gegeven. Dus het nutszwembad 1934 opgericht. En in 1966 was hier een overdekbadje. En in 1972 is er een gewoon overdekbad gekomen. Waar nu de brandweergarage is. En nu hebben we Waterwijk sinds 1992. Het grote attractiepark van Steenwijkerland. Ja, daar kan je met z'n allen nog naartoe gaan om te recreëren. Ik heb het boven het Landelijke gezien huilen. Pas op, hè? Ik ben zelf van de zwem- en polenclub Steenwijk 34, dus ik heb dat allemaal meegemaakt. Hier zien we nog een oude middeleeuwse weg die vroeger achter de wallen doorliep. Het hoogste punt van Steenwijk, waar die eindmorene zeg maar tegenaan stuwde, was daar dat blauwe bord, wat u, dat uithangbord, paarse bord, donkerblauw, wat u daar ziet, dat is 8,5 meter. En daar waar we zo meteen even langs lopen, is het allerhoogste punt van Steenwijk, kunstmatig, en dat is dus 13,20 meter.
De Grote Kerk. Tevens Clemenskerk. Heeft een toren. En die toren is bezit van. Weet u dat? De gemeente. Om reden waarvan. Weet u dat? Nee, dat was Napoleon die zei, alle kerktorens worden een strategisch punt voor mij en dan worden ze dus bezit van de gemeente. Dus alles van voor 1923-1925, echt een beetje Daal dan, die herken je dus altijd aan deze stijl. Overigens, de kleine kerk, die zien we nu ook mooi daar, dat is artikel 31, hè, de afscheiding van 1944. De Nederlands Grijfmeerderkerk, de afscheiding van 1960. En dan hebben we hier in deze straat een heel mooi kerkje. Dat is Joodse. Dus hij moest altijd, en dat is in Amsterdam ook, heb ik begrepen, altijd niet aan de straat in ieder geval staan. Dus nu is dat natuurlijk een ander paard ook gezien, maar het is ook toeristisch. Nou, de overheid staat er niet voor. Dus vandaar ook dat zijn. Ze werden gedoogd, maar wel even wat na. Voor eten kon zorgen door, nou ja, de tuinen die je hebt. Ik zou bijna zeggen de moestuinen, maar goed, dat is natuurlijk een feit dat je daardoor wel groente en fruit hebt. En zo had je natuurlijk ook stadsboerderijen waar je dus vlees, in ieder geval het melk weg kon halen, kaas maken en het vlees vandaan kon halen. Dus het is niet zo dat je echt een luchtbrug nodig had, nou dat kon dat natuurlijk niet in die tijd, maar was je bezet.
het raadhuis op de markt te klein werd voor de groeiende vesten, kocht men in 1917 het leegstaande Ramswoerte. Een grote in jugendstil gebouwde villa van de schatrijke steenwerker Jan Hendrik Tromp Meesters. Hij heeft er maar weinig van genoten. Kort na de voltooiing stierf de bouwheer en zijn weduwe vond het veel te groot. Ramswoerte slaat op de naam van een 18e eeuwer, ene Frederik Ram, en een woerte is een weiland, zodoende. Nadat het jaren had leeggestaan, ontfermde Steenwijk zich over het kostelijke gebouw en zijn schitterende tuinen. Het fraaie glas in loodraam in het trapportaal is een zinnebeeldige voorstelling van de lente. In ieder geval, BMW zitten er niet in, want hij is gekocht door Hendrik de Stichting Hendrik de Keijzer. Mogelijk wel bekend, die oude man. Het is over het 4 mei, waar de gevallenen worden herdacht. Daar heb ik het eigenlijk al gezegd. Oftewel, een lijstje is historicus vertellen. Deze replica. Dat vind ik per maand, maar een dienstwoning 12% van bruto inkomen. Dus dat brugwachters bijvoorbeeld. En ik sprak van de week iemand die had... Is het volgende Nederland, hè? En daar mogen we waarschijnlijk wel naar binnen.